In maart werd het plan gelanceerd om de openingstijden van de horeca te verruimen. Het college heeft nu een aantal voorstellen gedaan. Volgende week wordt erover gedebatteerd. Deze week was er ruimte voor inspraak en een aantal horecaondernemers maakten daar gebruik van. Sleutelen aan de sluitingstijden, dat komt de horeca eigenlijk helemaal niet uit. We hebben al redelijk het een en ander gehad aan klappen. Ik vind het eigenlijk belachelijk dat je nu met een proef komt die weer onze bedrijfsvoering weer moet aangepast moet worden op een nieuwe situatie. Wat ons gewoon weer direct in het portemonnee raakt. Het uitgaan naar het publiek moet nu al water stappen. En ik denk als we die proef doen, dat je tot 6 uur door mag gaan. Dat het alleen nog maar later gaat worden. Gaat leiden tot faillissementen, meer weerstand. En ik denk dat een van de ideeën achter deze proef was, is om Apeldoorn aantrekkelijker te maken. En dat gaat op die manier zeker niet lukken. Ook de bewoners van het centrum lieten bezorgde geluiden horen. Ik neem aan dat onze bestuurders graag zien dat de binnenstad voor de bewoners niet alleen veilig moet zijn, maar ook leefbaar. We gunnen ieder zijn en haar plezier. Maar wij zijn er ook nog. Maar ik heb nu wel te maken met een paar schreeuwers in de week. Een hamburger tegen mijn raam van ja, bij de buren is een vernieuwde raad. Dat zijn grote lappen, dus dat zijn kosten. Matpartijtje voor de deur. Mensen die slecht slapen. Auto's die vernieuwd worden. Ruiten die worden ingegooid. En dat is niet een pluspunt voor onze buurt. Dit onderwerp mag ongetwijfeld nog bij een aantal gemeenteraadsleden in Bologna en met behulp van het democratische recht werden de stokpaarden bestegen. Oude, knassende stokpaarden die al lang bij het grofvuil gekund waren. Ik heb de bijlage 5, schema variant de openingstijden, tussen aanhalingstekens bestudeerd en ben voor handhaving van de huidige situatie. Steunen van het huidige beleid kan wel een goede bijdrage leveren aan het uitgangsleven. Alle andere opties zijn wat ons betreft een surrogaat waar niemand op zit te wachten. U bent niet echt een warm voorstander van het experiment, geloof ik. Nee, het is op dit moment zo dat het grootste gedeelte van de bewoners die heeft zich eigenlijk een beetje gericht naar de omstandigheden zoals het laatste jaren zijn. Dus we hebben eigenlijk een grote belang erbij om de huidige stand van zaken eigenlijk een beetje zeg maar, tot rust te brengen. En meer in de richting van handhaving te gaan, zodat alles wat er nu is ingezet, wat op zich allemaal goede doelstellingen zijn, dus los van wat er nu voor ligt, maar alles wat we nu hebben zijn op zich goede doelstellingen, maar om die eerst te verbeteren voor iedereen. Wat ik wel hoorde is dat mensen zeggen van het huidige beleid, daarvan nog wat nodig aan te verbeteren. En vooral op het gebied van handhaving en ook geluidsoverlast van een aantal horecaondernemers. Daarvan zeggen mensen van ja, we blijven maar dat melden in de wijkraad en bij de politie. Maar we hebben het gevoel dat zeg maar, er te weinig capaciteit is om werkelijk de huidige regels te kunnen handhaven. En eigenlijk is het signaal ook meer van de gemeente zorgen voor dat zeg maar, het huidige beleid eerst goed staat en dan kunnen we later wel eventueel openstaan voor andere suggesties. Is het niet zo dat als je gaat wonen in het centrum, en dan ben ik even een beetje advocaat van de duivel, als je gaat wonen boven een winkelcentrum heb je overlast. En als je gaat wonen in een uitgaansgebied, dan heb je overlast. Nou, als je dus uitgaat van een bestaande situatie en die gaat zich laten wijzigen, dan kun je moeilijk de mensen in zo'n wijzigende situatie om de oren slaan met van dan had je er maar niet moeten gaan wonen. Nou, dit is nou zo'n voorbeeld van een mogelijk wijzigende situatie waarvan we met z'n allen verwachten, ook de horeca, dat het een nadelig effect zal hebben. Dus dat soort argumenten, eigenlijk een non-argument. Na alle kritiek die op het plan werd geleverd, is het nog maar de vraag of de proef doorgaat. Ik vind het wel jammer dat toch veel weerstand is, want het betekent wel in ieder geval dat echt verruiming zoals we het voorstelden, dat waarschijnlijk niet tot een meerderheid gaat halen. Maar er zijn meerdere varianten natuurlijk en wij gaan eventjes met de initiatiefnemers ook binnenkort om tafel zitten om te kijken van ja, wat is nu zeg maar gezien alle commotie eromheen, wijsheid om toch tegemoet te komen aan zowel zeg maar, de belangen van de horecabezoekers als de belangen van de binnenstadsbewoners en horecaondernemers.